Ooit als trainer iets mooiers meegemaakt, iets uniekers? Oh, dat is een gevaarlijke vraag hoor. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook met zwart-wit uit bij VVOG geweest ooit. En die 1-1 was misschien nog wel imponerender dan de 0-6 van afgelopen zaterdag. Ik moet zeggen, de vreugde en vooral de mooie emotie toen van de zwart-wit supporters was ook wel indrukwekkend. Maar voor nu is dit ook heel schitterend natuurlijk wat er zaterdag gebeurd is. Als ik zeg, er gaat niets boven Groningen, wat zeg jij dan? Ja, dat hoor je wel meer, maar vandaag zijn wij hopelijk de baas hier en gaat het alleen maar over DPS. Ja, alle ruimte voor Maris eruit. Goede ruimte daar. Oh, dat is een mooie bal. Als hij bij Koen valt, Koen kan gaan schieten. Oh, mooi geprobeerd. Lange bal, maar die valt ook bij Daniel van Werven. Daniel van Werven. Roemion met de beweging en schiet net naast de goal. Goeie kans hoor. Keurig gedaan, ja. En die paas gaat naar Van Warven. En die is goed. Is de aanname goed? Als hij nu Kai Velda ziet. En Kai Velda gaat schieten en op de goal. Nee, hij gaat over de goal. Het zijn toch wel kansen, Maarten. Ja, weer een goede fase, hoor. Hij kan daar boven in die... In die mooie hoek. Oh, door de muur heen. Het is nog ver. Had hij daar niet gewoon moeten struikelen over dat beentje? Ja, daar was... Daar was wel contact, dat hij hem gegeven had. Ja, daar was contact. Lekker hoor. Keurig gevoetbald. Goeie bal. Oh, daar gaat mijn blaadje. Daar gaat de opstelling. Ja. Ja, ik kreeg een beetje het Harkema gevoel. Nou ja, het is best wel knap in deze tijden om sowieso een selectie al op dit niveau goed bij elkaar te houden. En, maar de daadkracht van de mensen die dit gerealiseerd hebben, die is enorm. En aan mij en de staf natuurlijk nu om met deze prachtige groep door te gaan. Want nu is het ook zo, er is heel veel duidelijk nu. Of het meeste is duidelijk. Dus je gaat nu weer vol op die competitie richten. Spelers weten waar ze aan toe zijn. Ze kunnen zich weer op het voetbal richten en dat is het mooiste wat er is. Veel bezetting in de 16. Valt die bal erin? Ja, die valt er nu in. Het is het doelpunt. Ik wou zeggen, ik moest hem erin schreeuwen. Want, en wie maakt hem uiteindelijk? Uiteindelijk was het Maurice de Ruiter. Nou, Joran van Zanten krijgt veel ruimte, Maarten. Ja, het is sowieso de backs die een hoop ruimte krijgen. Maar het is ook de verdienste van DVS. Iedereen diep staat. Oh, wat een heerlijke bal. Oh, geweldig. Wat een goal. Wat een prachtige aanval van DVS. Zo, het begint bij die backs. En het begint inderdaad bij de backs. Het publiek scandeert 10. Het lijkt me wat optimistisch, maar dit is een fantastische aanval met een hoop beweging. Goeie bal. Oh, ja. Een prachtige bal. Kan hij erbij? Ja! Maurice Ruiter, wat geeft hij dat balletje ook weer, hè? Maarten, dit is toch smullen? Dat is een fantastische bal van Maurice Ruiter. En Maurice en Benjamin... Ook precies goed, die keeper voorbij en ja, hij rolt die bal heerlijk in die goal. Ja, de wielen staat nu te voeteren naar zijn verdediging, dat die bal er zo makkelijk doorheen komt. Maar ook hij maakt niet een hele goede fase door nu. En, nou lekker, DVS in de 36e minuut op de 3-1 voorsprong. Ja. Hens! Ben jij even DVS, André? Ja, die hoek is afgeschermd daar. Kijken wat Maurice doet. Oh, wat een pracht! Oh! Ja! Wat een fantastisch doelpunt! Ja! Over de muur, in de korte hoek,
in de kruising. Strakke kan die niet. Oh. Geen buitenspel. Dit. Nou, nu dan. Nou, met z'n tweetjes zijn ze. Ja! Ja! Afgelopen. 5-1 voor DVS. En die komt binnen in Spakenburg. Er zaten ook weer een paar aanvallen bij, Maurice, om je vingers bij af te likken, jongen. Ja, klopt. Dat is DVS, hè, teamspel, positiespel. Je hoort het van de week ook, daarom, of de Jan van den Berg zegt dat, daarom willen ze jongens hier komen spelen. Dus. Natuurlijk heeft dat met DVS te maken. Hè. Ik heb deze wedstrijd had ik goed aangekruist in het boekje van mezelf, dat dit de lastigste wedstrijd is die we nog zouden krijgen. Ja, ik denk dat wij vandaag een terechte winnaar waren en niet alleen in balbezit, maar ook verdedigend heel erg goed stonden. Ik had in de rust totaal niet het idee dat we hier verliezend van de mat af zouden gaan. Jij? Nou, ik vond wel dat we met vuur speelden. De manier waarop we speelden was kantje boord, vond ik. Je wist Odin in een wedstrijd te houden. Je had geen afstand genomen ten aanzien van een aantal doelpunten. Dus ja, dan hou je in die zin Odin levend. Van ja, op het moment dat ze snel scoren, komen we weer in de wedstrijd. Dus dat wil je niet. Aan de andere kant, ja, ideaal scenario. 1-0 voor en ja, laat Odin nu maar komen. Ja, dat was ook scenario wat we graag uit hadden willen spelen. Maar ja, er is eigenlijk helemaal niets van terechtkomen. Waar we tegen Odin, vind ik, onszelf vooral heel veel pijn hebben gedaan. Vind ik dat we afgelopen zaterdag een gedeelte zelf verantwoordelijk waren voor dit resultaat. Maar ook de klasse van Volendam kwam naar boven. Voor het DVS-TV Weekjournaal even een kort interview met de aanvoerder. Naar aanleiding van de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Scheveningen. Dennis, dat bedoelde je nou? Want ik sprak je eventjes na de wedstrijd tegen Jong Volendam. En toen zei je van potverdorie, we moeten nou eens een keertje wedstrijden over de streep gaan trekken. En dat bedoelde je met Scheveningen? Ja, inderdaad. Als je hebt gezien hoe de wedstrijd verliep, we hebben natuurlijk wat wisselingen gehad weer. Weer twee andere spelers die in het elftal plaats moesten nemen. En als team hebben we het tactisch heel goed opgepakt. En we zijn niet volle bak druk gaan zetten. Maar we hebben hun laten komen en uiteindelijk pak je net voor de rust de 1-0. Ja, en dan scoor je uiteindelijk door iemand die waar we heel actief mee bezig zijn om hem in die 16 scorend vermogen op te voeren. En dan is het Koen die, ik zei net ook al, heeft enorm kunnen genieten van zijn doelpunt. Want die ging tergend langzaam de goal in. En dat was wel een mooi moment. Ik denk dat jij wel tekent voor een einduitslag van 4-3 in het voordeel van de geel-zwarte. Nou, in ieder geval met winst natuurlijk. Maar als we met goed voetbal en met veel doelpunten dat verschil kunnen maken, dan zijn we er wel blij mee. Ja. Mike Arends, mannetje kwijt. Maries de Ruiter, keurig 1-2 daar. Ja, lekker! Hey, ik zei al, hij hing in de lucht. En fantastische combinatie. Het begon eigenlijk bij de captain die een hoogstandje achterin uithaalde. En daar volgt een goed doorgaan van Mike Arends. Paast, ja, gaat de combinatie aan met Maurice de Ruiter. Een keurig 1-2 en eindelijk is die hatelijke 0 van het scorebord. Want DVS staat hier op 1-0. Maurice de Ruiter! Ja! En hij heeft gelijk! Hij trapt hem gewoon binnen. Het is niet te geloven. Roemion weer. Zet die bal daarvoor. Maurice de Ruiter komt er toch nog voor langs. En wat doet hij? Hij schiet hem, ja, via een verdediger erin. Gonçalves. Dat was te weinig. Wat is dan nog dat de ene wedstrijd wel vol effectiviteit zit? Zoals tegen Maghreb, weet je wel. Waarbij ongeveer elke avond aanval een doelpunt werd. En nu niet. Ja. Kijk, je kunt het altijd over de omstandigheden hebben. Een hobbelveld, stroperig. Maar goed, daar heeft Capelle ook last van. Capelle is natuurlijk wel een betere ploeg dan dat Maghreb is. Staan verdedigend ook beter. Maar voetballen deden we nog niet eens heel slecht tegen Capelle. Dus die overtuiging was er nog wel. Maar we worden dan een beetje onrustig als het niet lukt in de afwerking. En ja, ik weet het niet. Zoals je weet ben ik zelf nooit aanvaller geweest. En ik weet wel van mezelf dat ik altijd heel erg gretig was. Als ik dan toch in zo'n situatie kwam om te scoren. En ik denk dat dat een beetje nu is. Van als je niet helemaal fris in het kopje bent. Ja, dan lukt het ook niet. We hebben te maken met een zeer alerte cameraman. En ook een zeer alerte Benjamin Roemion. Die daar in zijn eentje vandoor gaat. En wat gaat hij doen? Hij scoort! Benjamin Roemion! Eindelijk! Ja, ja!
ontwikkelt zich toch tot een lekkere plaag. Nu, ja hoor, hoppa! Koen Vloedgraven, daar is hij weer. Prachtig, 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 ook voor hem. We willen hem wat meer in scoringspositie brengen, zegt Bert van Hunestein. Nou, dat gebeurt dan ook. Pats, heerlijke knal. Goeie steekbal van Lars Dekker. Versnelling van Roemejong. Kan die... Ja, hij schiet hem erin. Yes. Een beetje op dezelfde manier afgemaakt zoals Fernandes dat in de eerste helft deed. Toen Twente op voorsprong kwam. En nu een fantastische assist van Lars Dekker. Die prikt het balletje achter de verdediging. En de versnelling van Roemejong, die al een aantal kansen gehad heeft. En besluit om gewoon keihard te rammen. Kijk of Maurice Ruiter de bal vast kan houden. En dat doet hij. Benjamin Roemejong, de man of the match. Volkomen terecht, vind je niet? Ja, weet je, twee doelpunten. En bij die goal van Koen was ik ook aanwezig. Dus ik denk wel terecht. Het kan gewoon niet beter, Benjamin. Ja, weet je wat het is? Nu scoor ik ze wel. En als ze erin gaan, voel ik me ook lekker. Zie ook allemaal acties, denk ik. En we winnen gewoon verdiend. Weet je, tweede helft hebben ze niks te vertellen gehad. Af en toe wat mogelijkheden. Maar ik denk, wij waren gewoon sterker. Bert, allereerst van harte gefeliciteerd met die mooie overwinning daar in Katwijk. Dat is toch wel heel erg lekker, hè? Ja, dat zijn speciale overwinningen. Zeker zo richting einde van de competitie. Spakenburg uit, Quick Boys uit. Ja, dat zijn prachtige potten. Ga jij donderdagavond naar de spelers toe nog grenzen aangeven vanwege alcoholgebruik op Koningsdag? Zo van, nou, twee biertjes, nou, vier, nou, vijf is de grens. Vijf fusten of vijf? Vijf fusten! Nee, ja, natuurlijk. Ja, weet je, je gaat ervan uit, schijnbaar is het hier vorig jaar niet helemaal goed gegaan op dat gebied. Nou, laten we zeggen dat ieder mens mag leren van zijn eigen fouten. Maar ik ga ervan uit dat deze spelersgroep beseft in welke positie ze zitten. Dat je die derde periode kan winnen, dat je hoog in de stand kan eindigen. Ja, daar hoort gewoon bij dat je zaterdag fit in het veld staat. Moet je dan geen Koningsdag vieren? Tuurlijk wel, dat moet je lekker doen. Zeker met je familie, kleedjesmarkt af, gezellig een biertje drinken overdag. Maar wel met mate en dat gaan we zo wel aangeven, ja. Dat gaat de trainer ook doen? Ik ga ze tot aan 4 uur 's nachts volgen, ja. Telfer, maar goede interceptie van... Lars Dekker. En nu kan Maurice de Ruiter, kan hij de bal vasthouden. En hij kan hem binnen tikken. Ja, DVS komt op 1-0. Voorbij Mannes. Het is toch snel. Bij de eerste paal. En die valt erin. Het is 2-0. Daniel van Warven. Een heerlijk doelpunt. 2-0 voor DVS in de 41ste minuut. Maurice, maar die bal blijft een beetje in de wind hangen, denk ik. Kan hij daarbij? Ja, dat is een versnelling. En hij is weg. Nu in de 1 tegen 1. En hij gaat gewoon door. Gaat hij het afmaken. Blijft hij rustig. Dat doet hij. Ja. Lekker. Ongelooflijk hoor. Dat doet hij toch zelf. En een goede ingooi van Todori Verlanas. Compliment ook aan hem. Staat daar alleen ook te juichen. De bal goed verwerkt en prachtig meegenomen. Apathisch gereageerd door de verdedigers van Jong Almere City. En wederom belangrijk. Onze Maurice de Ruiter. Heiko Epe. Naar Kai Velda. Gaat hij misschien aan... Nee, een steekballetje, Maurice. Nou, maak het maar af. Nee, op de paal. Ja, nu wel. Ja, 4-0. Benjamin Roemejon. Ja, en ONS Sneek. Aanstaande zaterdag. Gevaarlijke tegenstander, denk ik zeker daar. Ja, hele prettige vereniging met fijne mensen. Maar ja, zaterdag gaat het echt ergens om. Zij moeten natuurlijk wegblijven uit die degradatiezone. Ja, wij moeten top 3 blijven. Nou, dat gaat heel erg interessant worden. Toch wel een clash van verschillende voetbalstijlen heb ik hier thuis gemerkt. Ze hebben zich wel goed versterkt nog in de winterstop. Dus nou, dat gaat wel vlammen daar. Bert, allereerst van harte gefeliciteerd met de belangrijke overwinning op ONS Sneek. Ja, dat was hij absoluut. En daar moet ik heel DVS mee feliciteren ook. Vanmiddag de 1 na laatste thuiswedstrijd tegen Dovo. Dat is wel een mooi affiche, Bert. Voor de competitie in ieder geval wel, Piet. Veel beweging daar. Ja, 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 ja. Hij zit erin. Via het hoofd van Maurice de Ruiter. En ook of Basiel. Roemejong. Maurice de Ruiter. Precies in de voetjes van Roemejong.
Kijk, de bal komt bij. Oh, Maurice Struijten, wat een aanname zeg. En een stiefje. Wat een fantastische goal. Oh, ongelooflijk. Wat is die in vorm? Wat is die in vorm? Die aanname voordat hij die strafschop ingaat. Die versnelling en dan het stiftje. Fantastisch. DVS op een 2-0 voorsprong. Mooie bal op Daniel van Warven. Daniel van Warven. Gaat hij actie maken? Nee, geeft de bal aan Mike Arends. Mike Arends kort gedraaid. Gaat schieten met... Oh, verrassend! Bal van richting veranderd. 3-0. Mike Arends. Hij bedacht zich niks. Ik denk, ik heb ook een ander been. Ja, we zitten hier in de extra tijd. 3-0. Is de stand nu? Misschien gaat het 4-0 worden. Roemion. Ja! 4-0. Fantastisch. Hij pakt zijn goal weer mee. Hij heeft nog genoeg energie over om... Even lekker dat publiek in te duiken. Die jongens die speciaal voor hem gekomen zijn. En die, waar hij een heerlijk doelpunt voor maakt. Wij gaan doorknallen, Piet. En het is afwachten wat Volendam nu tegen Quick Boys gaat doen. Het is 0-0, hoor ik hier. Nou, dat is positief voor ons. Dus wij moeten gewoon deze lijn doortrekken. En nog twee wedstrijden gewoon vol knallen. En dan zullen we zien waar het schip strandt. Jullie willen het, hè? Gaan we doen, Piet. DWS 33 was dodelijk effectief. Hè? De eerste, de beste corner, die gaat erin. De tweede, dat weten we, die jongen is echt een hele goede speler. Die laten we eigenlijk zo makkelijk scoren. Geeft al aan dat er één ploeg was die echt wilde winnen. En ik ben heel erg teleurgesteld over onze prestatie vandaag. Ken je die naam ook van die jongen? Ja, van de Ruiter, die bedoel je toch? Ja, ja. Ja, die bedoel je, hè? Ja, nee, goede speler. En heel goed voor Bert en voor de club dat Ruiter natuurlijk hier langer blijft. Ik denk misschien wel de beste speler van de derde divisie op dit moment. En ik vind ook dat DWS 33, we hebben pas geleden tegen Spakenburg gespeeld, die gaan waarschijnlijk kampioen worden. Maar ik vind, en dat zei ik al in de thuiswedstrijd trouwens, dat DWS 33 en een goede selectie heeft en heel goed speelt onder leiding van Bert. Want ja, die hebben gewoon heel veel stappen gemaakt en denk ook klaar zijn voor een promotie. Wat een onverwachte wedstrijd eigenlijk daar in Assen. Of zag je het aankomen? Nee, in die zin had ik geen reden om ervan uit te gaan dat we zouden kunnen gaan verliezen. Verwacht jij dat Henny in het Hof met zijn ploeg al op de manier gaat spelen zoals hij dat wil de komende tijd? Ja, dat verwacht ik wel. Die lijn heeft hij ingezet. Dus ik denk niet dat hij een reden heeft om het nu aan te passen. Natuurlijk wil hij graag winnen van DVS en zijn jongens ook. Maar ik denk dat hij deze wedstrijd ook weer gaat gebruiken om toch weer wat leermomenten voor zijn groep te krijgen. Maar goed, aan de andere kant... Henny weet ook dat wedstrijden als deze gewonnen moeten worden. Dus hij zal ze ook geen dingen gaan laten doen die ze nog niet aan kunnen. En wat voor soort wedstrijd verwacht je, Henny? Ja, hele bijzondere wedstrijd. Kijk, sinds dat ik hier ben geweest en weg ben gegaan, is het natuurlijk enorm veranderd bij de club. Bij DVS. Het is een hele mooie grote club geweest. Waar alles nog beter is geworden als dat het al was. Ze hebben een hele goede ploeg staan met natuurlijk ik denk de gevaarlijkste voorhoede van de hele afdeling. En misschien ook wel in de tweede divisie dat er heel veel ploegen daar naar kunnen kijken van wauw, daar gebeurt wat. Dus dat is levensgevaarlijk waar we mee te maken gaan krijgen. Maar wij hebben tegelijkertijd ook gezegd, wij hebben een ploeg die vanuit A naar B wil. Houdt in wat meer verdedigend naar aanvallend wil. En daar moeten wij stap in maken. En vandaag gebruiken we ook deze wedstrijd om een aantal principes naar voren te zien te krijgen. Roald de Vries ingespeeld. Kai Velda. Lars Dekker. Benjamin Roemion. Roald de Vries. Maurice de Ruiter. Kruist voor Jan-Jurriën Hop langs. Benjamin Roemion. Goed verdedigd daar. Het blok van VVOG. Maar dat is de eerste mogelijkheid voor DVS. Nee. Goeie mogelijkheid. Komt die bal? De helft van het publiek veerde op en dacht van hey, doelpunt. Daar beweegt wat, ja.
Velda. Benjamin Rubio, is de aanname goed? Weer niet. Weg in de weg. Nou, dit is het vierde moment waarbij we in de 5 meter, in het 5 meter gebied een kans hebben gezien. Heiko Epe helpt hem. Kijk, daar is hij weer. Nou gaat hij er vandoor. Hij heeft 3 mannen om zich heen. Hij gaat zelf de 16 in. Hij wil er doorheen. Benjamin Roemion. Yo! Is het weer die keeper? Het is de paal. Kai Velda. Kans voor DVS zeg. Maurice de Ruiter. Potverdikken, maar die moet erin. Hensbal. Hensbal. Het geeft een penalty. De scheidsrechter geeft een penalty. Wow. Nou gaan we. Nou gaat het gebeuren. Nou, maar dan moet hij er nog in. Hij moet er nog in. Hij moet er nog in. Hij moet er nog in. Wat gaan we hier krijgen? Ik krijg kippenvel. Ik. Hij moet er nog in eerst, hè? Hij heeft hem neergelegd. Durf jij te kijken, André? Ik ga kijken. We gaan scoren. De beste speler tegen de beste keeper uit de derde divisie, mag ik dat zeggen? Hij gaat zijn aanloop nemen. Maurice de Ruiter kan hier tot grote betekenis. Hij schiet hem erin! Geweldig, Maurice de Ruiter! Met een penalty beslist hij waarschijnlijk hier de wedstrijd. En dat hartje gaat omhoog en hij gaat naar de bank. Waar hij Bert en iedereen knuffelt. Want we zijn op een 1-0 voorsprong gekomen hier in Ermelo. Dit is fantastisch, Maarten. Sluit maar af. We gaan een biertje drinken. Lekker hoor, Maurice. Dit is een mooi moment voor DVS. En, ik geloof dat er niet zoveel tijd meer is. Maar Henny moet ook weten dat het gewoon een handsbal was. Dat er één ploeg is die de overwinning verdient. Allemaal de hele luchtwacht van achteren mee naar voren bij VVOG. Dit soort momenten moet je niet te laten gebeuren. Hij valt ook nog. Ongelofelijk. 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 Dit is einde, ik zei het al, de vrije trap die daar veroorzaakt wordt. En ja, je stond, je had hem even, maar nu is het 1-1. Jouw idee van deze wedstrijd? Nou, die is niet zo heel moeilijk. Ik denk dat maar één ploeg recht had op de overwinning en daar waren wij. Ongelooflijk veel kansen gecreëerd. Frans Kornberg is denk ik man of the match bij VVOG. Einde wedstrijd en dus einde competitie en je had zo dol en dol graag nog even verder gewild. Hè? Want je had het steeds in elke commentaar, voorbeschouwing voor de wedstrijd, had je het over deze competitie, maar ook nog over daarna. Nou, ik vind dat de tweede divisie recht hebt op onze club als DVS en een ploeg als DVS. Dus, en wij horen in de na-competitie thuis, als je kijkt naar alle ploegen die we dit jaar waar we tegen gespeeld hebben, we hebben gewoon een hele stabiele indruk gemaakt. We hebben ontzettend mooi voetbal laten zien. We zijn nooit voor de goal gaan hangen. We hebben echt het publiek wat geboden. Helaas word je niet beloond voor nog een serie wedstrijden daarna. Wat rest is een groot compliment aan DVS, aan de spelers die enorme stappen hebben gemaakt. Nu voelt het even niet zo, maar het is natuurlijk een enorm groot leermoment voor ons als ploeg. Voetballen kunnen we, omgaan met de spanning is soms wat lastiger. Maar goed, misschien over een paar dagen zal ik tevreden zijn, maar het zit er nu nog even niet in. DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO, Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.